Succes. Voer over paarden. Kan ik wel, ja. Lekker. Vlog van vandaag. Wat gaan jullie vandaag doen? Voetballen. Spelen. Ik weet niet wat mijn telefoon gaat. Dat zal je papa wel zijn, denk ik. Ja, even wachten. Hoi. Ik ben nu onderweg. We waren net aan het openen. Voor? Ja, dat is goed. Doei. Nou, en verder de plannen. Lekker buiten spelen, lekker voetballen. Knutselclubje hoorde ik nog. Daar heb ik niet echt meer zin in. Maar er zijn nog genoeg andere leuke dingen te doen, hè? Mm-hmm. Weet je wat je ook kan doen? Je kan ook even voor bij de receptie zo'n boekje halen. Dan weet je heel de week wat er te doen is. Mama. Ik kijk meestal gewoon op Cheryl's televisie. Kan ook. Ik weet het nu dat het gisteren bingo was en dat het nog... Dat het kinderbingo en grote mensenbingo is. Ja, op woensdag doen ze volgens mij bingoën. En op? Vrijdag. Nee, vrijdag en maandag is niet meer. Kan best dat het zondag is. Twee keer. Ja, zondag en woensdag, denk ik. Mama! Ja? En mama gaat naar Oudenbosch. Mama gaat even werken, boodschapjes doen en zo. En daarna gaan we een filmpje voor je opnemen voor een shoot. Dan leggen we straks uit. Laten we ook even op de camera zien. Maar hoe moet ik dat dan doen? Hallo allemaal, ik ben Giesje Nachtkerken. Ja, je moet je eigen voorstellen. En dan mijn hobby's zijn. Maar wat daarna? Dan gaan we straks oefenen, goed? Ja. Oké. Nou, veel plezier. Ja. Tot ja. Straks, schat. Bedankt. Doei. Het is nu middag en wij zijn allebei thuis van het werk. En wat hadden we nou nog op de planning staan vandaag? Oefenen voor een shoot. Ja. Voor een shoot, hè? Want je bent gevraagd voor een soort reclamespotje. Ja, dan moeten we... Merk mogen we niet zeggen. Nee, dan moeten we een voorstelvideo opsturen. De ene keer kiezen ze van de foto, een andere keer moet je op auditie komen. En dit keer moet je een filmpje sturen. En in dat filmpje moet je een mop vertellen. Je talent laten zien, iets waar je heel goed kan. En jezelf even voorstellen. Dus dat gaan we nou doen. Mama neemt dat op met haar mobiel. Als de auto's voorbij zijn. Ja, en dan laat ik het in de vlog zien. Kijk hoe dat gaat. Dan kennen we daarna nou mooi het filmpje wat... Ik ga mama even plakken en dan ga ik het sturen, ja? Ja. Dan gaan we staan bij het gras. Zo met die bomen op de achtergrond, is wel mooi. Ja, duidelijk praten. Ja, anders hoort het niet. En mooi kijken. Niet zo. En jezelf zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Succes. Oh, je moet een beetje naar achteren gaan staan voor mij. Maar waarom heb je geen liedje ook in? Dat help ik jou mee. Ik heb niet eenmaal. Oefen daar eerst nog maar even, voordat ik hem aanzet. Dat is meer dan genoeg. Dus ik zeg tegen jou. Hoi, nou Guusje, stel je eigen voor. Wat doe je dan? Dan zeg ik, nou, vertel eens een mop. En dan zeg ik, waar ben jij goed in? En dan zeg je, nou, ik kan goed zingen of ik vind het leuk om te zingen. En hobby's? Oh ja, hobby's moet ook nog doen. Ja, mama stelt gewoon de vragen en dan moet jij antwoord geven. Ja. Dat is alles eigenlijk. Maar misschien moet ik in het hallo. Kom je ook even kijken. Ja, dat doe ik. Ja, dat doe ik als ik zeg, stel je eigenlijk voor. Nou Guusje, stel jezelf eens even voor. Hallo allemaal, ik ben Guusje Nachtkerken. Ik ben 7 jaar oud en mijn hobby's zijn hockey, zingen en knutselen. En YouTuber. Heel goed van jou. En wat kan je ook een mop vertellen? Twee koeien zitten in bad. De een zegt tegen de ander, mag ik de zeep in mijn vlek af te wassen? Die is leuk. En wat is iets wat jij goed kan of waar je goed in bent? Zingen. Zingen. En zou je dat een stukje kunnen doen voor ons? Ik heb niet één, maar twee beste vriendinnen. Ons clubje blijft altijd bij elkaar. Lisa is stoer, maar onzeker van binnen. Meertje lijkt een engel, nou vergeet maar.
En nu zijn ze op dezelfde jongen. Ze praten niet meer met elkaar. Dan krijg ik onze liedjes weer terug. Ik ben van allebei de beste vriendin. Ze hebben ruzie en ik zit er middenin. Ze zijn me allebei even lief. Maar ze willen dat ik kies. Ik ben degene die iets moet verzinnen. Ik ben meisje in het midden. Hartstikke mooi gedaan hoor. Heel goed gedaan. Ja. Nou. Nou, dat ging snel. Ja. Het was gewoon één shot aan één stuk. Gaan jullie spelen? Ja. Maar heeft ze ook een mop verteld? Ja. Dat was echt de beste mop ever. Ja. Je bent niet zo'n moppenverteller, hè? De ene koe en de ander mag ik de zeep in de vlek aftrassen. Ja, ik ben echt gewoon een moppenverteller die iedereen kent. Bijvoorbeeld, twee apen lopen naast elkaar. Dus zegt één tegen de ander, mag ik in twee, het staan? Twee gekke apen. Twee domme apen. Moeder. Zulke moppen vertellen ik. Kom. En ik ga met Stan sausjes maken, hoor, het voorgerechtje vanavond. Maar ik heb echt heel veel honger. Ik ook. Mag ik nu wel eten? Nee, we gaan zo eten. Kom, goed. Okay. Ik ben lekker nootjes aan het eten. Oh. Wat eten we vandaag? Ik heb nasi vandaag met satéetjes. Pannetje rijst. Dat moet 10 minuten staan, hè. En een pannetje voor de nasi. Ik pak gewoon wat groenten. En een paprika die kan nog net. En een uitje en ik heb lente-ui en ik heb taugee. En wat kippendaaien. Varkenshuisje zag ik ook. Ja, daar heb ik satéetje van gemaakt. Okay. Kipsaté en varkenshaassaté. We missen er twee. Eline die is naar De Haan met een vriendinnetje. Samen naar twee vriendinnetjes. Dus met z'n vieren zijn ze daar. Vorig jaar is ze ook geweest. Hebben ze toen reuze naar de zin gehad. Dus mocht ze dit jaar weer. We hopen dat ze nog een beetje vlogt. Ja, had ik wel gevraagd. Ik zal straks een berichtje sturen, heb je al gevlogd. En van dinsdagochtend tot en met vrijdagochtend. En Nout, die werd net gebeld door een vriendje van school. Of hij wilde komen logeren in de achtertuin. Want die hadden de vouwwagen opgezet en gingen daar kamperen. Nou, dat hoef je maar één keer te zeggen. Die was al weg op zijn fiets. Dat is het voordeel als je gewoon in je eigen gemeente... Op vakantie bent, ja. Ze kunnen alles gewoon doen. De meiden kunnen werken, afspreken, logeren. Hier afspreken bij het zwembad. Ze kunnen alle kanten op. Ja, vonden ze het vorig jaar ook al zo leuk, hè? Ja, in Renesse hebben we dat toen heel erg gemist. Ja. Want dan wilden ze afspreken. Of toen nog naar de paarden. Dat ging dan allemaal niet. Dus toen was dit wel beter. Ja, vroeger hadden we paarden, hè? Ja. Vroeger. Vroeger. Toen meer op dit jaar zijn ze weggegaan, hè? Ja. Toen ze 10 werd, toen kreeg ze de eerste pony. Oké. Okay. Ja, daarvoor zat ze echt al een jaartje op les. Ja. Maar het was toch te veel, hè? Ja, weet je, ze gaan 2-3 keer in de week hockeyen. Ze krijgen een weekendbaantje, ze hebben er huiswerk, ze willen logeren en afspreken met vriendinnen. En dan nog minimaal 5 keer in de week naar je paard. Ja, dat is gewoon te veel. Dus dat is wel gewoon een verstandige beslissing. Maar ik had gedacht, misschien dat ze nog wel blijven rijden of zo. Want de pony is naar iemand die we redelijk kennen van school. En die heeft ook gezegd, je mag altijd komen of rijden. Ze is niet meer geweest, nee. Soms is dat dan, hè? Ja. Mama heeft een verrassing geregeld voor jullie. Ja, dit kom ik tegen in de winkel. En ik ben altijd van leuke nieuwe dingen uitproberen. En dan kwam ik Chupa Chup drinken tegen. Helemaal in het Chinees. Mogen jullie proeven? Chinees. En dan dacht ik, één blikje gaan we in allemaal. En dan het andere blikje. Volgens mij is het heel zoet. Dat denk ik ook. Het ziet er ook super. Braam. Zullen we daarmee beginnen? Het is een beetje kassensachtig, denk ik. Ah, maar dit is denk ik Yogo-achtig. Ja. Papa, ik heb mijn voetje net gestoten. Dan ga ik naar... Kijk, wat is zo'n teken van snoep? Ja, dat is een lully. Ruik eens. Ik kan de naam niet bedenken, maar het ruikt naar iets. Ik hoop het ruiken. Een zeepje of zo. Ja. Heb je al een... Ruiken?
Kijk maar in. Wil jij even? Ja, dat kijk maar in. Heel hard. Mag ik voor jezelf ook eentje op dat? Ik weet niet hoe het goed. Nee, kijk maar gewoon in. Heel weinig. Ja, iedereen moet toch? Ja. Iedereen moet proeven, hè? Doen we meer deze van ons samen? Oh. Ja, het is wel roze, Sofie. Paars, niet. Roze. Ik wil gewoon een beker. Toch? Roze toch? Stan? Ja, omdat wij een roze beker hebben. Nee, het is ook echt roze ook. Ja, het is echt roze. Ja, dat ruikt echt heel raar. Mag ik dus ongeveer 2 streepjes? Mag ik eens proeven? Ik heb zo gewoon nog niet proefd. 2 streepjes. Je hebt zo 2 streepjes. Mag ik ook? Het smaakt naar choepa choep lolies. Het smaakt gewoon naar die lollies, maar dan met prik. Ja, heel erg naar lollies. Nee. Dit is een beetje prik. Ja, dit ruikt naar die twisterdrankjes. Twister. Oh shit, dat is wel heel veel. Man. Nee hoor. Het smaakt naar iets wat ik ooit op heb. Ooit. Het smaakt naar lollies. Nee. Laat eerst mama en Cheryl maken. Ja. Lekker. Het prikt. Kijk, hier was de kleur. Paars. Paars. Ja, rozig. Ja. Oranje. Oranje. Blauw. Ik denk gewoon, gaan we de volgende proberen. Oranje. Ja, zo lijkt hij wel roze. En ik heb een oranje. Hoe? Oh, jij heel hebt... apart. Nee, jij is roze, toch? Heel chemisch. Beetje naar zeepsel. Lekker, ja. Lekker hoor. Nou, lekker. Ik vind hem heel chemisch. Lekker. Ik vind het echt lekker. Ik vind het niet lekker. Ik vind het echt niet lekker. Ik wel. Weet je ook naar dat champagnepils? Nou, maar Lief vindt het lekker hoor. Misschien ja, het alweer ook. Bij. Hij is al helemaal leeg. De volgende is een soort sinaasappel. Meer of niet? Daar zit nog heel veel in. Doe het maar een beetje. Mag ik ook nog een beetje? Oh, jullie vinden hem lekker. Ik heb je al geproefd? We hebben nog niks op. Ik ook maar niet. Proef, doe jij maar als eerste proeven. Ik ook. Lekker? Het smaakt gewoon naar sinaas. Sinaas. Het is gewoon sinaas. Ik vind sinaas niet zo lekker. Ja, dit is wel echt sinaas. Dit is beter dan de andere. Mama, wil jij hem? Sinaas. Ja, sinaas. Ja, dit is gewoon sinaas. Naar smaak je aan. Mama, moet je schil van sinaas wat meer. Mama, wil jij mijn sinaas? Ik wil het niet. Ik wel. Madelief wel hoor. Jos, kijk, dit prik. Ja. Los. Los in de ja, prik. Ja, het is gewoon lekker. Chinees drink is lekker. Nou. En de laatste, daar bij Rome. Die lijkt me heel zoet. Ja, die lijkt die me heel zoet. Ja, die is echt die zou wel leuk proeven. Oh, dan neemt hij van mijn vrouw. Oh, die is wit. Ja, die is wit. Oh. Ja. Ik ga ze eerst proeven. Ja, proef maar. Weet het. Ja, optimaal. Ja, optimaal. Ja, optimaal. Het is gewoon naar Yogo. Het is optimaal. Yogo optimaal. Floor, heb je ook al? Nee. Merel durf niet te proeven. Ja, drink dan een beetje. Oh, die vind ik wel lekker. Ik wil nog allemaal in bij jou. Mag ik het? Oh. Het is gewoon yoghurt met prik. Mag ik het? Ik lekker. Ook. Ja, ik vind deze lekker. Mag ik? Ik wil niet op. Ik vind alles ja. Lekker. Ik vind deze ook lekker. Ik vind dit allemaal maar lekker. Dit smaakt naar die lollies, ja. Die roomlollies. Van Choepa Choep. Ja, die roomlollies zijn lekker. Oh, dit smaakt naar roomlolly. Dit vind ik niet erbij in. Papa, kijk ja, eens hoe groot lekker. Ik ben. Ja, oh, je bent wel groot. Lekker. Deze vind ik niet lekker. Maar waarom komt het dat jij zo groot bent? Omdat jij op een stoel staat. Smakelijk eten verder allemaal. En ik nog groter. Oh, ik ga niet opstaan. Oh, koud. Kan je hier... Staan nu ook mee, Karkenston. Kan je hier het verschil tussen zien, papa? Tussen deze kleur kan ik het verschil. Ik ben zelf zwart. Mama is roze. Mama waarschijnlijk roze en jij rood, of niet? Of blauw? Ik ben blauw. We gaan Carcassonne spelen. Als je het spelletje kan, doe dan een duimpje omhoog. Kan of kent? Kent. Als je het spelletje kent, doe dan een duimpje omhoog. Ik kan, maar... Ja. Is het een andere betekenis? Ja. We hebben die, dit is onze tweede set al. Die wil in de kastjes.
Want de eerste set die was gewoon helemaal versleten. Daar hebben wij zoveel gedaan. Vooral op Renesse. Vooral op Renesse, ja. Deden we elke dag buiten zitten om dat spelletje te spelen. Elke dag. En jij ook? En Eline ook, hè? Nee, Eline niet. Eline niet? Nee, die kan dan niet. Dat is meestal ik en anders dan. En wij heel veel met z'n tweeën. De jongste mag beginnen. Wie is gaan het winnen? Weet je nog niet. Want als ik dit ding afkrijg, dan krijg je mama en ik heel veel punten. Dat mag. Nee. Jawel, nee. Staat op camera. Dat mag. Nee. Nee. Dat is een spel. Ja, maar nu niet. Echt wel. Jij zit vast te spelen. Ik mag dat kaartje hielen. Nee. 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 Papa kan niet zo goed tegen zijn verlies. Sowieso niet. Dat mag gewoon. Nee, maar dat is altijd. Ja. Ja, maar dat moet je gewoon niet doen. Ik heb hier zoveel aan besteed. Ja. Nee. Gaan we lekker daar leggen, maar niet hier. Vier punten. Zullen we hem gelijk even afsluiten vandaag? Tijdens het spelletje? Ja. Bedankt voor het kijken naar onze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe!